Goedenavond allemaal. Welkom bij ons webinar over het opstarten van een nieuw co-housing project. We gaan er meteen invliegen. Kort eventjes over onze VZW Samenhuizen zelf. Dus we zijn opgericht in 2000 om eigenlijk deze woonvormen bekender te maken en om daar informatie en kennis over te vergaren, maar ook om zeker om die kennis verder te verspreiden en nog te versterken. Een deel ook om beleidsbeïnvloeding te doen, in het mate van het mogelijke, want we zijn natuurlijk maar een kleine VZW. En ook om de bestaande en nieuw opstartende initiatieven te ondersteunen. Dat waren zo wat de uitgangspunten van het begin en dat is eigenlijk nog steeds de basis van alle activiteiten die dat we doen. Als we dan beginnen over co-housing, dan net zoals dat je met een groep mensen die wel dat idee genegen zijn en je zou misschien eens gaan afspreken om daar samen eens verder over door te praten. Een van de eerste dingen die je zou kunnen doen als oefening is ook eens om eens gewoon te polsen. Wat zou je dan eigenlijk willen delen? We weten dat we een privéruimte willen in een co-housing, maar welke dingen wil je delen? Dus ik ga dat gewoon ook eens aan jullie vragen. Ik wist dat ik niet alleen aan het woord ben, dus ik ga hier een poll op starten. Met de vraag: welke zaken zou jij willen delen? Het is multiple choice, dus je mag verschillende zaken kiezen. En dan gaan we eens kijken of dat wat overeenkomt met het Vlaams gemiddelde. Okay. Nog twee mensen, denk ik. Het is beëindigd. Dan ga ik de resultaten even delen op het scherm. Dus normaal zien jullie ze nu ook. Dus de tuin en een tuinhuis of een klushok en een wasplaats. Dat wil iedereen wel delen. Dat is wat dat vaak terugkomt, hè. Zeker die tuin is toch wel echt een minimum. Vier van de vijf kiezen ook voor de fietsenstalling, gemeenschappelijk en zelfs een sauna. Dat is dan weer wel verrassend. En dan hebben we nog een aparte woonkamer, een keuken, zijn nog drie van de vijf. En samen de badkamer delen, dat is het minimum van de mensen. Voilà. Dus dat zijn. Behalve de sauna komt daar redelijk goed overeen. Wat gaan we vanavond doen? Ik ga kort even zo de verschillende types gemeenschappelijk wonen wel overlopen en ook de woorden die dat we daarvoor gebruiken. Ook heel kort van ja, wat is de meerwaarde? Waarom kiezen mensen voor zo'n woonvorm? Eigenlijk zijn dat voor de hand liggende dingen. En dan vooral natuurlijk het grootste deel van de tijd gaan we zo ja, de opstart. Wat komt er allemaal bij kijken? En dan hebben we nog ook wel tijd voor vragen, normaal gezien. En ik ga proberen tegen 9 uur af te ronden, maar schiet me niet dood als dat toch iets later wordt. Want het is de eerste keer dat ik deze presentatie in deze vorm geef. Er gaan eigenlijk heel veel woorden de ronde over gemeenschappelijk wonen, hè. Dus samenhuis is een woord dat we zelf gebruiken. Indra, je mag gewoon de link doorsturen naar uw moeder, hè. We hebben iedereen een link. Ja, dat is dezelfde link, dus je kan de link gewoon doorsturen naar uw moeder. Ja, sommige mensen gebruiken uiteraard co-housing, andere gebruiken co-living, co-wonen. Er zijn echt heel veel verschillende woorden. Was nu als jij met je omgeving over deze vorm van wonen praat, wat gebruik jij dan zelf het liefst? Als woord. Wat gebruik je? Wat is jouw taal dat je eigenlijk het meeste gebruikt? Iedereen tot nu toe co-housing. Mag ik even, Ja. Roland? Ja. Ja, co-housing is voor ons samenwonen met een aantal mensen, met een aantal gedeelde ruimtes, gaande van minimum tuin, fietsenstalling, was,
Ruimte is zowat het minimum gewoonlijk. Co-living is voor ons eerder wat vroeger het gemeenschapshuis was, zo. Ja, klopt. Dat klopt Eigen ook, Ronnie. kamer Ja. met dan eigenlijk voor de rest alles gedeeld. Nee, dat klopt ook. Maar het grappige is dat ook de omgekeerde beweging. Dus hier kiest nu iedereen voor co-housing. Maar het omgekeerde is nu eigenlijk gebeurd dat de laatste jaren co-housing ook meer en meer gebruikt wordt door mensen die aan huisdelen doen. Dus het klassieke gemeenschapshuis van vroeger. Waardoor dat er een soort Babylonische spraakverwarring aan het ontstaan is en dat je eigenlijk iedere keer opnieuw in het begin van een gesprek moet gaan aftasten van ja, over welke vorm hebben we het juist? Want er zijn dus echt wel twee basisvormen van samenhuizen. Je hebt het enerzijds waar dat we hier nu vanavond het over hebben, het co-wonen of co-housing, waarbij dat elk huishouden een volledig eigen autonome woning heeft, eigen keuken, eigen badkamer, living, slaapkamers. En daarnaast ook nog met de buren, die ook in hetzelfde project wonen, nog gemeenschappelijke ruimtes binnen en buiten deelt. En typisch wordt co-wonen gebruikt voor projecten die wat minder delen en co-housing voor projecten die wat meer delen, maar dat is eigenlijk al specialistisch, zal ik zeggen. En dan anderzijds, de meest voorkomende vorm van samenhuizen in ons land is het woningdelen, die zichzelf meer en meer ook co-housing noemen, maar waar wij dus stug huisdelen of woningdelen blijven noemen om het onderscheid te kunnen maken. Dus daar gaan we het vanavond niet over hebben, dus dat zijn eigenlijk aparte webinars rond huisdelen. Ja, het spreekt een beetje voor zich, maar voor elke woongemeenschap geldt dat je eigenlijk heel veel mogelijkheden hebt en dat elke woongemeenschap anders is naar gelang ja, de leeftijd van de bewoners, hoe groot de groep is, waar dat die gelegen is, wat hun visie of specifiek een insteek is, hoeveel dat ze gemeenschappelijk doen en wat ze gemeenschappelijk doen en of dat ze nog speciale accenten willen leggen rond ecologie of zorg of noem maar op. Dus dat maakt ook dat er geen twee dezelfde woongemeenschappen zijn. Kort toch een aantal voorbeelden voor de mensen die nog niet aan reizen hebben deelgenomen of niet veel bestaande projecten hebben gezien. Ik heb er maar vier of zo uitgekozen om een beetje een staalkaart te kunnen zien, hè. Het kan klein, vier woonsten, op zich is dat genoeg. Dit was de oude Rijkswachtkazerne in Deurne-Zuid, of in Deurne. Men heeft daar vier woonsten van gemaakt, eigenlijk gewoon aaneengeschakelde woningen, hè, rijwoningen. Juridisch een mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. En eigenlijk heel die tuin, die nu een beetje achter mij verstopt is, die is gemeenschappelijk. Hè. Je ziet dat er zo nog een klein beetje privéterras is, maar de rest van die tuin is gemeenschappelijk en wordt door iedereen gebruikt. En ze hebben daar dan ook nog een oude caravan in gezet om eigenlijk als soort van tuinhuis te dienen. En dat is eigenlijk het project. En meer is er niet gemeenschappelijk, en dat hoeft ook helemaal niet. En het is ook voor de bewoners zelf een grootte die dat zij aangenaam vonden. Je kunt ook weer een schaal groter gaan of een trapje hoger. Dit is ook weer een verbouwing van een bestaand pand. Het was een lagere school in Gent die te koop kwam. En er heeft een groep die gekocht om daar eigenlijk 8 woningen te maken van de voormalige klaslokalen. Het zijn ook weer eigenlijk rijwoningen, ik geloof 5 samen en nog eens 3 samen. En hier achter mij zie je nog het dak van de voormalige turnzaal. En daar is ook een wasplaats, een klusruimte van de voormalige conciergeruimte eigenlijk. En eigenlijk ondertussen hebben zij ook een eigen woonkamer met keuken gemaakt, waardoor dat ze eigenlijk kunt zeggen, ze zijn aan het opschuiven naar een co-housing, want ze hebben nu ondertussen al best veel gemeenschappelijk. Dus die turnzaal is een grote polyvalente ruimte die ze ook verhuren aan de buurt. Ook een mede-eigendom. En dan ja, Truddeslund, niet omdat Denemarken was een van de landen waar daar co-housing eerst opgekomen is in de jaren 70, 80. Maar ik heb hier ook een schoon plannetje van eigenlijk het basisconcept
van co-housing zoals dat je het in heel Scandinavië en tegenwoordig dus ook meer en meer in België en Nederland ziet, van een autovrije straat of straten met individuele woningen, maar wel vrij veel gemeenschappelijke ruimte, groen buiten en ook meestal in een grotere co-housing van vanaf 15 wooneenheden, echt een apart common house of paviljoen, waarin dat ja, heel wat gemeenschappelijke functies zitten, hè, die wasruimte. En bijna altijd in de Scandinavische projecten zit daar ook een grote eetzaal met een professionele keuken in, waardoor dat daar gebruikt kan worden voor feestjes, voor vergaderingen en ook om regelmatig samen te eten als je dat zo afspreekt. Dus dat is typisch aan Scandinavische koken. Ondertussen zijn er zo een aantal, ook in Vlaanderen. Gum is ook een verbouwing van een oude school met een deel nieuwbouw erbovenop. En die hebben zo, ik denk dat het 2 jaar geleden is dat het bewoond werd, 22 wooneenheden van allerlei leeftijden door elkaar. Dat is ook Gum, ook mede-eigendom. Co-housing Waasland, ook een van de jongere projecten. Wel volledig nieuwbouw, want ik wou er ook eens een nieuwbouw tussen steken. Dus 22 gezinnen die samen een bouwgrond hebben gekocht, waar dat in een groot stadsdeel waar dat nieuwe projecten kwamen. En specifiek, ze hebben bijvoorbeeld gekozen om één unit samen te financieren voor een vluchtelingengezin, om te verhuren aan een vluchteling. Dus dat is zo'n aspect. Ze hebben een klein gemeenschappelijk gebouw dat ik nu niet op de foto heb, maar ja, waar ze net genoeg om mee allemaal te kunnen zitten en eventueel eten en ook een professionele keuken daar. Dat zijn zo maar gewoon wat voorbeelden om een idee te geven van, ja, dat kan het zijn, maar het kan ook nog iets helemaal anders zijn natuurlijk. Voordat we even gaan stilstaan bij waarom willen mensen dat nu doen, ga ik nog eens de voorlaatste peiling doen. En dat is gewoon, ja, wat trekt jou aan gemeenschappelijk wonen? Het is ook een meerkeuzevraag. Oei, ik moet nog een andere peiling afsluiten, blijkbaar. Dan kan ik deze starten. Het is meerkeuze. Ik heb 10 opties. Dus van sociale verbondenheid, ik ga ze niet allemaal voorlezen. Klik gewoon aan, begin te lezen en klik maar aan welke voor jou van toepassing zijn. Misschien moet je je beperken tot de 3 belangrijkste. Dan krijg je een beetje een idee. Hey, niemand is nog bezig. Ja. Eens kijken. Iedereen zegt sociale verbondenheid en ecologisch, ecovriendelijkheid, duurzaamheid. Dat zijn de 2 toppers en dat is, ja, dat is juist, zou ik bijna zeggen. Omdat dat inderdaad de antwoorden zijn die daar meestal gegeven wordt, als ook bij grotere onderzoeken of zo. Vooral die sociale verbondenheid. Maar ook dat ecologische is ook wel een goede tweede, meestal in allerlei peilingen. En ja, de rest komt regelmatig terug. Ik heb er nu het spirituele niet als dusdanig tussen gezet, maar dat is meestal zo de derde. Dat zou je ook persoonlijke groei kunnen noemen. Voilà, dus dat zijn typisch de zaken die daar terugkomen. Als we het er met mensen over hebben, van wat trekt u nu aan? Ja, wij zeggen altijd van de meerwaarde zien wij op 4 vlakken. En dat is praktisch, gewoon. Waarom allemaal een eigen grasmaaier en een eigen boormachine? Als je dat gewoon kunt delen met elkaar en samen gebruiken, dat is ook veel ecologischer, maar ook dat bespaart wat geld. Het is ook praktisch als je bijvoorbeeld, ja, je hebt relatief veel gemeenschappelijke ruimte die dat je misschien
privé alleen niet zou kunnen bekostigen, maar doordat je ze met een groep deelt, er wel van gebruik kan maken. Dat kan de grote tuin zijn die je anders niet zou kunnen hebben in de stad, maar dat kan ook een feestzaal zijn die je anders niet zou hebben, waar je gebruik van kan maken. Dus dat zijn zo wat praktische voordelen. Sociaal natuurlijk. Het is dat aspect dat dus iedereen het meeste aantrekt. Dat zit hem ook in die verbondenheid van met een groep te wonen, wat eigenlijk heel menselijk is, denk ik. Om niet allemaal eilandjes te zijn, zelfs in een grote stad, in een appartementsblok. Maar ja, dingen samen doen, spontaan dingen die gebeuren. Ook minder eenzaam en zo, dat hoort daar ook bij. Ja, ecologisch, dat spreekt een beetje voor zich, maar ook minder ruimte innemen. En toch comfortabel wonen zonder op een mini-verkavelingsje te moeten zitten of een heel klein appartement. Dus, en dan wat er achter mij staat, wat ik wel een beetje in de weg staat, is de maatschappelijke voordelen. En die halen we vooral boven als we met de overheid of met gemeentebesturen moeten onderhandelen. Dus ja, ook maatschappelijk. Erfgoed een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld. Of panden, verloederde panden. Dat is nu niet meer zoveel als vroeger, maar herbestemmen. Er was ooit een ambtenaar, een ruimtelijk planner van Zweden, die ons vertelde: wij zien dat vanuit onze dienst ruimtelijke planning in Malmö. Dus beschouwen wij cohousing eigenlijk als een vorm van sociale acupunctuur. Als wij ruimte voor een cohousing voorzien in een wijk die misschien wat moeilijker draait, waar dat problemen zijn. We merken als daar een cohousing groep komt, daar wonen toch vaak mensen die, ja, die sociaal actief zijn, geëngageerd zijn. We merken dat die daar niet alleen zelf komen wonen, maar dat die ook vaak een hele buurt of wijk kunnen meenemen in een positieve dynamiek. Dus dat was een schoon compliment, waar wij ook dankbaar gebruik van maken als wij het willen verkopen. Voilà. Dan gaan we aan het belangrijkste deel van de avond. Dus je zit met een droom en je wilt die ja, naar realiteit brengen. Het belangrijkste is eigenlijk wat dat jullie nu doen, hè. U wat informeren, u laten inspireren door dingen die bestaan te bezoeken. Of door mensen die al zo wonen, daar eens mee te gaan babbelen. Door eens mee te gaan op een uitstap. En zo verder. Zaken te lezen ook. Podcasts te beluisteren en zo verder. Dus dat is belangrijk, de eerste stap eigenlijk. Hè. Dus daar ben je al goed mee bezig. Maar dan is er dus zo'n heel schema dat we soms misschien beter niet laten zien aan mensen die eraan denken. Want dat kan misschien al direct overdonderen van oei, 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 moeten we dat allemaal gaan doen? Ja, daar komt wel wat bij kijken. Zeker als je als groep zelf helemaal zelf ontwikkelaar wilt spelen en het hele proces zelf wilt organiseren en doorlopen als groep, ja, daar komt wel wat bij kijken. Nu kunt u nog wel laten bijstaan door professionals voor bepaalde zaken. Maar we gaan nu vooral eens focussen op de opstart. En dat is dus dat eerste stuk. En daar zijn eigenlijk drie zaken, drie pijlers. Ja, je kan niet zonder. Elk project heeft een groep nodig natuurlijk. Je hebt een visie nodig van wat willen wij samen met die groep gaan doen. En ja, je zult uiteindelijk ook een site moeten hebben om heel dat geheel op te realiseren en om te gaan bewonen. En die drie pijlers, die zijn de hele tijd met elkaar verbonden, maar er is niet een pad dat zegt van doe eerst groep en dan visie en dan gaan site zoeken. Nee, het kan perfect zijn dat eigenlijk één iemand op een geweldige site stuit. Zo zijn er ook al projecten begonnen. Die zegt van, wauw, hier een cohousing, dat zou geweldig zijn. En die met die site als vertrekpunt eigenlijk andere mensen gaan warm maken van, allee, daarom, allee, zie wat daar zou kunnen. En die dan eigenlijk pas samen gaan bedenken van, ja, oké, we willen hier nu allemaal wel op deze plek wonen, maar hoe en met welke visie? Dat kan ook perfect zijn, hè? Dus dat loopt vaak ook wat door elkaar. Maar het is wel belangrijk dat je aan alle drie voldoende aandacht besteedt, hè? Dus niet dat je 5 jaar lang alleen maar met mensen zit te dromen en een visie te ontwikkelen. Want als je dan nog moet beginnen een site te zoeken, dat duurt soms ook nog een paar jaar.
Dus dan, ja, dan gaat het helemaal lang duren. Mag ik eens iets vragen? Ja, zeker. Nu focus je op zelf een project starten, hè? Maar er zijn ook van die ondernemingen, projectontwikkelaars, die co-housing projecten doen, hè? Wat is de verhouding tussen zelf starten met succes dan nog? Want ik heb daar ook al wel wat verhalen gehoord dat dat niet altijd even succesvol is, versus in zo'n project stappen, wat door een projectontwikkelaar gedaan wordt. Dat komt eigenlijk op het einde. Gaan we het daarover hebben? Van wat zijn nu manieren om het te doen, helemaal alleen, of ook inderdaad zo met ontwikkelaars? Ja, er zijn ontwikkelaars en ontwikkelaars. Ik zal zeggen, het is veel sneller om met een ervaren ontwikkelaar te werken, als die ook goed weten wat ze doen. Maar ze hebben niet allemaal evenveel kaas gegeten van ook met een groep te werken en de groep ook echt inspraak te laten geven. Om het met een lelijk woord te zeggen, er zijn tegenwoordig bijna sleutel op de deur co-housing ontwikkelaars die zeggen van kijk eens, we hebben hier een co-housing gebouwd en ja, je kunt u hier een unit kopen. We hebben al beslist eigenlijk wat de gemeenschappelijke delen zullen zijn. En daar is duidelijk een publiek voor. Ook die projecten raken verkocht. Alleen moet die groep wel van nul beginnen qua groepsproces, hè, want die kennen elkaar nog helemaal niet. Het is alsof dat je in een straat ineens zou gaan wonen. Alle buren kennen elkaar nog niet en die moeten die wel afspraken gaan maken over het gemeenschappelijke, wat ze concreet gaan doen en hoe dat ze het gaan onderhouden enzovoort. Nu, ik ga er ook geen doekjes om binden. Een proces van eerste droom, wat dat jullie nu zeggen, dus vandaag 18 april 2024, tot de verhuisdozen uitpakken, dat duurt gemiddeld 7 jaar. Ik ga daar niet flauw over zijn. Dus als het lukt, en ja, vroeger was de slaagkans van zo'n eerste droomgroepje, startgroepje, waren de slaagkansen 1 op de 10 die dat terecht effectief succesvol tot aan de finish geraakte. En nu is dat wel wat beter, ook omdat je meer en meer groepsbegeleiders hebt die zeggen van ja, weet je, wij gaan niet het hele project voor u ontwikkelen, maar wij hebben wel al heel wat ervaring. Betaal mij als ontwikkelaar of als begeleider. En ik volg jullie proces helemaal mee op. En dan gaan wij op 4 jaar, max 5 jaar, we hebben redelijk veel slaagkans dat we dan kunnen verhuizen. En dat is effectief wel zo dat die de slaagkansen serieus kunnen verhogen. Omdat je toch in een groep wel heel wat uiteenlopende talenten en vaardigheden nodig hebt om zo een heel proces zonder externe begeleiding te gaan begeleiden. Dus voilà. Dan heb ik dat al een beetje verteld. Moeten we daar straks niet zo lang op stilstaan. Dus meestal tegenwoordig is het wel een mengvorm. Er zijn niet zo heel veel groepen die het helemaal zelf mee doen. Maar er zijn er nog wel. Kunt u natuurlijk ook geld besparen daar. Dat is dubbel. Je bespaart je daar een deel geld mee. Anderzijds, als het 2 jaar langer duurt, kost het u ook heel wat extra inspanning natuurlijk. Dus dat is een beetje een dubbele. Wat zijn allemaal basiskeuzes rond die visie? Meestal zien we dat een groep ja, een soort charter maakt of een visietekst maakt. En dan zeg ik eigenlijk de eerste groep of de kerngroep. Die gaat dat doen. En waarom is dat belangrijk? Omdat als je gewoon mensen begint aan te trekken rond het vage idee van we willen hier in de brede regio een co-housing, zonder dat verder te definiëren, dan, ja, dan trek je mensen van alle slag aan eigenlijk. Terwijl als je met een kerngroepje eerst eens gaat de krijtlijnen uitzetten, om het zo te zeggen. Dan kun je ook heel gericht daarop, op die visie, nieuwe mensen gaan aantrekken. En mensen die geïnteresseerd zijn, kan ik zo wel eens wat voorbeelden van charters van andere projecten doorsturen. Dat kan 1 en A4 zijn. En ik heb er ook al gezien dat echt een document van 15 bladzijden. Maakt op zich niet uit als het maar echt duidelijk is van, kijk, dat is de richting die dat wij uit willen met ons project. En dat is niet alleen in het begin eigenlijk belangrijk, maar ook veel later in uw proces, of zelfs misschien tijdens de bewoningsfase.
als er discussie is of oneenigheid, of de meningen lopen uiteen, dat je kunt teruggrijpen naar dat charter. Van waarom zijn wij dit ook alweer gestart zoveel jaren geleden? Ah ja, dat waren de uitgangspunten. En dan kan dat vaak al helpen om de discussie terug te brengen of te vergemakkelijken naar zijn essentie. Nog een. Nee, dat ga ik zelf zeggen bij de dingen. Dus dat is het charter. Dit zijn allemaal leuke spelletjes dat je kunt doen om zo een charter op te stellen. Hè. Zo het charterspel kunt je bij ons vinden. Dat zijn zo allemaal stellingen en die uitspraken van die stellingen. Je kunt die dan vergelijken om eens te zien waar dat je overeenkomt of niet. Dus dat mag allemaal niet te serieus zijn. Ook niet natuurlijk. Het moet ook wel plezant zijn. Genoeg plezant zijn en sociaal activiteiten zijn om het wat plezant te houden doorheen heel het traject. En dat is inderdaad wat daarnet Kathleen ook vroeg. Al vrij vlug is nadenken over uw strategie. Hè. Gaan we met partners werken, met begeleiders? Zien we gewoon dat Co-Housing Project een nieuw project gaat starten in de regio waar ik zoek en stappen wij daarin? Dat kan allemaal. Hè. Dus dat zijn een aantal zaken. De grondleggers, ik denk dat dat mijn volgende slide is. Ja, je moet proberen een kerngroepje bijeen te krijgen. Ideaal, dus geen ideaal, hè, maar een kleiner groepje. 4 à 12 personen, die dat zo de basis eigenlijk een beetje vastleggen. Die misschien de naam bedenken en ja, door de belangrijkste aanzet van dat charter doen. Die ook al hebben nagedacht over het beslissingsmodel dat ze willen gaan gebruiken. Die alles nadenken over hoe kunnen mensen bij onze groep komen en hoe kunnen ze die weer verlaten. Is dat met een lidgeld of is dat met een soort kennismakingsperiode dat ze een aantal vergaderingen vrijblijvend kunnen bijwonen en dat we nadien moeten stemmen of dat ze geschikt zijn om erbij te komen of niet. Dan mocht je zelf kiezen, natuurlijk, mocht je dat zelf kiezen. Een tip is toch van die instap niet te laagdrempelig te maken. En ook als groep voldoende ja, kritisch te zijn op wie er bij mag. Sommige groepen zeggen van ja, we vertrouwen op het zelfselecterend vermogen van een groep en mensen die zich niet goed thuis vallen, die voelen, die vallen na verloop van tijd vanzelf weer af. Anderen zeggen ja, wij stemmen echt over mensen na een kennismakingsperiode. Doet er op zich niet toe, maar een soort van drempel lidgeld is ook niet slecht. Als je zegt van ja, eigenlijk ben je maar echt lid van de groep na betaling van €150 lidmaatschap of €200 lidmaatschap. Een beetje een drempelbedrag waardoor dat je weet, ja, die hebben dat ervoor over, dus die menen het ook wel serieuzer. Anders merken we dat er toch zo wel mensen zijn die vergadering na vergadering komen en ook uitgesproken meningen hebben over van alles en nog wat, maar die eigenlijk puntje bij paaltje komt, niet zullen instappen, echt. En ja, ik moet er ook bij zeggen, van het begin heb niet de illusie dat de mensen met wie dat je de eerste vergaderingen mee rond de tafel zit, dat dat ook de mensen zijn met wie dat je in het slechtste geval over 7, 8 jaar gaat verhuizen. Daar zit nogal wat verloop op zo'n groep doorheen de tijd, doorheen het ontwikkelingsproces. En daarom is het ook wel goed om te bepalen van eigenlijk is nu niet een goede moment voor nieuwe mensen om erbij te komen. We gaan even een aantal maanden totdat we dat of dat zeker weten, gaan we geen nieuwe mensen meer ontvangen en ook niet in de vergadering erbij nemen of zo. Pas als die fase is afgerond of zo. Allee, dus dat is goed om daar ook zorgvuldig mee om te gaan. Wanneer dat je een groep uitbreidt, wanneer even niet. Als een groep heel onstabiel is, dan is het ook echt niet de goede moment om
om dan al allerlei andere mensen erbij te halen, want die voelen dat dan ook van oei, dat ligt hier nog op losse schroeven, precies. Ja, beslissingsmodel, daar kunnen we een heel aparte sessie over geven. Maar om het heel kort te zeggen, of dat je nu kiest voor consensus of consent of deep democracy of holacracy, of maakt niet uit, komt er eigenlijk wel op neer dat het heel wenselijk is dat je een model uitwerkt waar dat je niet meerderheid tegen minderheid gaat stemmen. Waar dat je altijd probeert. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met een beslissing, maar iedereen moet kunnen zich veilig kunnen voelen bij een beslissing en eventueel dan ook hun bezwaren nog ergens genoteerd, of zodat er later nog eens op een afgesproken tijdstip op kan teruggekomen worden op een beslissing en te kijken of die bezwaren ondertussen weg zijn of niet. Want wat is het nadeel van meerderheid tegen minderheid als je een beslissing neemt 55% tegen 45? Ja, die 45% dat blijft toch onderhuids leven. Die gaan toch als het zaken die met die beslissing te maken hebben, zo misschien daar hun voeten aan vegen of ja, dat gaat blijven wringen. En in een cohousing kunnen dat eigenlijk niet permitteren. Je wilt dat alle wrevel, alle conflicten, dat zo snel eigenlijk onmiddellijk uitgesproken wordt. Wat wil zeggen dat je van in het begin ook moet zorgen voor een sfeer van veiligheid, waarin dat veilig is om moedig te zijn. En met moedig in een vergadering wil ik zeggen een mening verkondigen die dat je gaat weten dat niet de meerderheid gaat hebben, hè, die dat tegen de mainstream ingaat. Of twijfels durven uiten bij een beslissing. En dat is eigenlijk een hele belangrijke taak van zo'n kerngroep, om van in het begin zo'n ja, die cultuur of die sfeer van verstandhouding onderling, die gaat die kerngroep voor een groot stuk mee bepalen. Dat is wel nog los van het beslissingsmodel, dus de manier waarop dat er tegen elkaar gesproken wordt enzovoort tijdens vergaderingen is eigenlijk heel belangrijk voor ja, de sfeer of de andere mensen zich wel veilig genoeg voelen in die groep. Er zijn groepen die elke vergadering nog eens even herhalen wat hun uitgangspunten van het gesprek zijn. Hè. Bijvoorbeeld mensen niet persoonlijk aanvallen. We zijn hier als groep en om de groep te versterken. Dus niemand heeft de waarheid in pacht ook niet. Maar iedereen spreekt wel vanuit zijn eigen overtuiging en kennis. En we gebruiken al die gezamenlijke kennis om een zo goed mogelijk project te realiseren. Nu wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is een beetje in heel kort gezegd een belangrijke uitgangspunt of een belangrijk ding wel, denk ik. Als laatste, misschien nog zeggen als groep, een te perfectionistische groep is gedoemd om te mislukken. Dus wees daar ook aandachtig voor als je perfectionisten in je groep hebt, dat je die daarop wijst. Mensen die geen water bij de wijn kunnen doen, zijn eigenlijk, cru gezegd, niet geschikt om in een cohousing te gaan wonen. In een cohousing moeten wonen met mensen die zeggen van ja, met 80% van wat er hier gebeurt en beslist wordt, ben ik eigenlijk content en daar kan ik echt mee leven. En die 20 anderen, ja, dat pak ik er dan bij. Want mensen voor wie dat alles perfect moet zijn, dat is onmogelijk. Zeker bij zoiets als dit. Ik hoop dat dat wat steekhoudt wat ik hier aan het vertellen ben. Maar ik kan nu niet naar de volgende slide, omdat ik daar zelf voor sta. Ja, dus daar hebben we het al wat over gehad. Dus dat is wat er in charter kan komen. Daar ga ik nu niet op uit gaan. Behalve zo, ja, wat kan daar allemaal in, hè? Dat is de motivatie. Waarom willen wij een cohousing? Is dat van, we willen eigenlijk gewoon
vriendschap met buren hebben, of hoe dan eigenlijk meer gezamenlijke activiteiten doen, of en zo verder. Of we willen eigenlijk ondersteuning, hè? Daar moet ook naar kijken. Sommige mensen komen naar dit soort initiatieven omdat ze eigenlijk ondersteuning nodig hebben. En dan moeten kijken van, is dat een vorm van ondersteuning die dat de groep wil bieden, of past die dan eigenlijk niet in ons project? De achterliggende waarden, hè, waarbij je voor staat, hoe je wil omgaan met elkaar. Dat zijn zaken waar je in uw charter zeker kan schrijven. Dus dat doet je meestal niet op één avond zo met een groepje mensen. Dat is eigenlijk door een aantal bijeenkomsten toch zeker eens van gedachten te wisselen met je kerngroepje om zo tot zo'n basisvisie te komen, hè. En dan ook, ja, wat zijn nog andere keuzes? Natuurlijk de regio. Dat is ook wel handig als je... ja, meestal komt dat niet schoon overeen met een groep mensen. Dat Venn-diagram is meestal maar een stuk waar dat iedereen zich wil in wonen. Maar probeer ook niet voor iedereen goed te doen als je merkt van deze regio daar... dan hebben we toch al 90% van de mensen in deze groep mee als we daar iets vinden. Probeer u zeker niet te beperken tot één stad of gemeente, want dat maakt het al extra moeilijk, hè? Of het moet een heel grote stad zoals Brussel of Gent of Antwerpen. Welke bewoners mik je op? Meestal wordt er gemikt op een multigenerationeel project, maar het is perfect oké om te zeggen van we willen een project zijn van jonge gezinnen met kinderen die dat samen kunnen opgroeien. Kan allemaal. Wilt je ook rond betaalbaarheid zaken gaan realiseren, ja, dan maakt ook uw proces wat anders. De ontwikkelingswijze, hè, dus daar kan ik zelfs nog even op van samen met een projectontwikkelaar of een begeleider of zelf. En ook belangrijk budget. Eigenlijk moeten mensen die in zo'n co-housing initiatief stappen, ook al in de ontwikkelingsfase, moet je in elkaars portemonnee durven te laten kijken. Maar dat wil zeggen dat echt iedereen moet bij wijze van spreken naar de bank gaan en kijken wat hun maximale leencapaciteit is. Want anders weet je ook niet als groep of dat je een realistisch budget bij elkaar kunt brengen. Rond juridisch, de structuur van uw co-housing, daar zou een heel aparte avond op aan kunnen besteden. De korte samenvatting is, je gaat moeten kiezen eigenlijk of dat je voor een mede-eigendom gaat of voor een coöperatie. Wilt je voor huur gaan of een community land trust, ja, dan ga je partners nodig hebben die dat die huurwoningen gaan financieren of die u die erfpacht wil schenken, hè? Want dan gaat het niet vanzelf komen. Maar kort gezegd was het voordeel van een gewone vereniging van mede-eigendom. Dat is, elke notaris kent dat en de meeste Vlamingen kennen dat ook, want dat is eigenlijk gewoon de juridische structuur van een appartementsgebouw. En het enige verschil is dat in plaats van alleen de hal en de brievenbussen en de parkeergarage die gemeenschappelijk is, zal dat in de co-housing meer zijn. Maar voor de rest is dat eigenlijk dezelfde juridische structuur. Dus ook om te lenen bij banken en dergelijke, is dat eigenlijk de gemakkelijkste vorm. Daarnaast worden er nu ook wel meer en meer coöperaties opgestart, wooncoöperaties. Dus dat wil zeggen dat je met een aandelenstructuur gaat werken, waarbij het bezit van een aantal aandelen uw woonrecht geeft in die coöperatie. Dat heeft als voordeel enerzijds dat je dat gemakkelijk kunt verhandelen. Dus als je een unit gaat verkopen en iemand anders komt in, verkoop je eigenlijk gewoon een aandelenpakket. Dat scheelt flink wat geld aan notariskosten als je dat zo kunt doen. En anderzijds, een wooncoöperatie kan ook veel beter dan een mede-eigendom de oorspronkelijke visie vasthouden. Vooral als dat een meer idealistische visie is over wat zij willen realiseren met hun project en ook wat extra aspecten daaraan vasthangen.
Dan kan je dat in een coöperatie beter bewaken, omdat in een mede-eigendom, zelfs als je een aantal voorkooprechten of zo inbouwt, uiteindelijk kan iedereen altijd verkopen aan wie je wilt. En kan je na een aantal bewonerswissels door verkopen, kan je met mensen zitten die zich eigenlijk niet meer veel van de oorspronkelijke ideeën aantrekken. Ja, types, daar hebben we het over gehad. Ja, een mengvorm kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt in je co-housing een woongroep hebben, een huisdeelproject in je co-housing, dat kan. Of een zorgwoning daarbij. Dat kan allemaal. Daar kan ik niet op instaan. Een belangrijke is ook echt wel eens stil te staan bij het aantal woningen dat je wilt realiseren. Niet alleen heeft dat consequenties op hoe groot uw groep in totaal gaat worden, hè, volwassenen en kinderen bij elkaar. Maar dat heeft ook nog een aantal andere consequenties, namelijk het sociaal en het financieel en ook het praktisch draagvlak van uw groep. Eigenlijk is dit zowat de grosso modo de richtlijn. Het uitgangspunt van cohousing is altijd geweest van kijk, als we nu zelf kleiner gaan wonen, we maken onze privéwoning kleiner. En we doen al die uitgespaarde vierkante meters, die bundelen we bij elkaar. En dan maken we vierkante meters van die voor iedereen toegankelijk zijn. In een vorm van een waskot of een fietsenstalling of een sauna, maakt niet uit. En als je nu zegt, ja, 10%. Dus eigenlijk, ja, als we zelf zouden een unit van 100 vierkante meter met ons gezin nodig hebben in de stad. Maar ja, als we dat nu in zo'n co-housing doen en we maken die 10% kleiner, dus 10 vierkante meter kleiner, en we krijgen daar in ruil heel wat gemeenschappelijke ruimte voor terug, ja, dan lukt ons dat privé wonen op die 90 vierkante meter ook wel. En dat is een beetje het idee. Wat kun je dan doen als je die 10% aan bewoonbare oppervlakte van de privé-units afknipt? Met 5 units wil dat zeggen dat je ja, een wasplaats, een vergaderzaaltje, eventueel zelfs nog een logeerkamer, heb je dan. Hè? Met 15 units, ja, dan kun je al zeggen van wow, we gaan voor de combinatie eetzaal, een gemeenschappelijke living, nog een gastenkamer, een werkatelier, een wasplaats. Dan lukt dat ook. Met 35 kunnen we dan hè, nog wat meer dromen. Dus dat is een beetje het principe. Natuurlijk kun je zeggen van we houden onze 100 vierkante meter privé en we hebben nog geld genoeg om ook al die andere gemeenschappelijke wensen te financieren, ja, niemand houdt u tegen, hè? Maar dat is een beetje het, ja, wel het uitgangspunt van een co-housing. En natuurlijk, als je al die gemeenschappelijke ruimte hebt, die moet ook onderhouden worden. Ja, maar hoe meer dat je bent, hoe meer dat daar ook dat onderhoud te verdelen is en ook de financiële kost daarvan, die nog blijft lopen, hoe dat ook te verdelen is. Nou, bewoners, ik kijk een beetje naar mijn tijd, dus ik denk dat dat wat voor zichzelf spreekt, dus die ga ik wat overslaan. Dat charterspel is dus zo'n spel om met een groep, is rond de insteek van een project te onderhandelen. Dus onthoud gewoon die naam. Weet wat, ik ga dat gewoon meesturen samen met de presentatie. Dus dat charterspel, kan je dat eens bekijken. Vaak zie je ook dat een groep, vaak, nee, eigenlijk altijd, ga je een structuur hebben voor je ontwikkelingsgroepje en ook nadien nog in je co-housing, waarbij dat er verschillende werkgroepjes actief zijn rond verschillende aspecten. Dus je hebt, eens dat je er woont, heb je misschien een werkgroep common house en een werkgroep tuin en zo verder. Bij de ontwikkeling heb je meestal ook werkgroepjes en die zijn er niet altijd allemaal al van het begin. Maar dit zijn zowel de werkgroepjes die dat er een tijd lang kunnen zijn. Hè. De werkgroep visie, de werkgroep strategie, een eventuele communicatie. Hè, kan er ook zijn van infosessies te organiseren en reclame te maken. Een werkgroep rond groepsdynamiek, een werkgroep rond site vinden. De bouw, eens dat een bouw er begint aan, een werkgroep rond bouw. En dan natuurlijk ook uitzoeken, ja, juridisch, welke structuur, financieel. Waarom? Omdat je niet als groep over al die zaken s'avonds
ellenlange vergaderingen wilt hebben. Nee, je wilt eigenlijk dat daar een aantal mensen, dat je het vertrouwen kunt geven dat zij een aantal zaken kunnen uitzoeken en voorbereiden. En die dat dan weer meepakken naar de hele groep om dan beslissingen te nemen, wel overwogen. Want ja, u met alles bezighouden, dat is eigenlijk onmogelijk, toch zeker als je het helemaal de ontwikkeling zelf wil doen, hè. Nog wel kort ook over de CITE. Misschien wat onterecht dat ik dat kort doe, want dat is eigenlijk het moeilijkste. Als je niet met een bouwpromotor werkt die al een grond heeft, waar dat hem uw project mee op kan realiseren, dan is dat eigenlijk het moeilijkste. Voor iedereen tegenwoordig een bouwgrond vinden is moeilijk, maar voor een groep helemaal. Dus wat helpt, is dat je een programma van eisen maakt. Dus waaraan moet uw grond voldoen? Wij willen een cohousing van 20 units van zoveel, bla bla bla. Dus we hebben zoveel vierkante meter of are zeker nodig. In dit zoekgebied, hè, dat is de regio waarin dat we zoeken. We moeten zo hoog kunnen bouwen, bijvoorbeeld, om aan ons aantal units op een compacte manier te geraken. Ja, noem maar op. Dat zijn allemaal eisen. Ook daar hebben wij, hè, zo een voorbeeld van een programma van eisen. Het zijn eigenlijk maar twee A4'tjes, waar dat je zo met een groep op basis van je charter kunt gaan uitwerken van, ja, daaraan moet zo'n site gaan voldoen. En dan is eigenlijk de oefening, ga met je groep zoveel mogelijk op prospectie. Ga kijken naar wat er zo al allemaal aan grote gebouwen te koop staat. Wat er aan grotere projectontwikkelingen in de toekomst in de steden en gemeenten op stapel staan. Want die plannen vaak jarenlang vooruit. En belangrijk is toch ook, weet dat je vaak met echt interessante sites, dat je op snelheid gepakt kan worden door projectontwikkelaars. Die hebben het geld, bij wijze van spreken, liggen. Die kunnen direct toehappen en een geschikte site voor hun neus wegkapen. Dus hou daar rekening mee dat je een zekere vorm van geoefendheid moet hebben om eigenlijk, ja, oké, deze site. We gaan die nu als groep bezoeken. We weten allemaal wat onze financiële mogelijkheden zijn. Ja, we weten de prijs. Stel, zou dit het kunnen worden? Voldoet het aan ons programma van eisen? Hoe voelt iedereen zich hierbij? Zou je hiervoor morgen naar de bank stappen, bij wijze van spreken? Dan moet je wel echt ook een paar keer als oefening doen, al is het maar om, als het voor echt is, dat je toch dat in de vingers hebt en dat je dat snel als groep kan beslissen. Ideaal is natuurlijk als je een verkoper hebt die dat uw ideeën genegen is en die dat bereid is om een koopoptie te geven, zodat je tijd hebt om ook wat uit te zoeken met de gemeente of dat bepaalde ideeën wel kunnen gerealiseerd worden op de site. Dat kan een gratis optie zijn, maar veel vaker is dat ook een betalende optie, dat je wel elke maand een klein percentage betaalt eigenlijk voor die grond te reserveren eigenlijk, hè. Dus ja, hoe meer dat je juridisch en financieel ook al uitgezocht hebt, hoe gemakkelijker eigenlijk, hè. En dan moeten we gaan kijken met de gemeente, wat zijn alle bepalingen en voorschriften die gelden voor deze site? Wat kan daar en wat kan daar zeker niet, hè? We maken het toch wel te vaak mee dat eigenlijk een groep iets gekocht heeft, een oude hoeve, in zo'n vreemd gelegen, in een agrarisch gebied, en dan blijkt, ja, je mocht daar eigenlijk niks mee, je mocht daar niet opsplitsen in verschillende woonheden, je mocht daar alleen dan huisdelen gaan doen, met z'n allen samen, maar ja, dat is dan wel lastig natuurlijk. Ja, we hebben nog eens een checklist van iemand anders vertaald. Ik ga daar nu niet te lang op ingaan, maar ook die kun je krijgen. Als je zegt van dat is voor heel de zelfontwikkeling bij alle mogelijke fases een hele checklist. Die zit vrij volledig naar ons gevoel. Kun je die ook altijd krijgen. Ja, en dan nog eens kort in een schema gezet, alle fases.
Dus eerst u wat inspireren, met elkaar lezen, dromen met mensen samen, dus nadenken en dan ja, kijken of dat je zo met een groep mensen eens concreter overeenstemming vindt, hè, rond uw ideeën en een plek. Daar kun je ook onze zoekertjes voor gebruiken om zo andere mensen te vinden. Maar daar komt wel wat bij kijken. En ja, het is vaak dat niet van een eerste keer. Het is niet omdat met één groepje niet lukt of op één bepaald moment dat het op een ander moment niet lukt. Je gaat nu niet bij stilstaan, maar het zit in de presentatie. Dus onze co-housing organisatie in de Verenigde Staten. Die doen eigenlijk heel dat ontwikkelingstraject in 20 stappen. Dus die beginnen bij leren en dromen. En die eindigen bij vieren dat je er vieren dat je verhuisd bent. Dus ik ga daar nu niet over lopen, omdat we al vrij kort op tijd zitten. Dus weet dat je tegenwoordig ook eens kunt aankloppen met een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor als je huurwoningen ook in je unit wilt om mee samen te werken. Of er zijn nog andere organisaties die wel eens units kopen voor hun cliënten. Ik denk aan Oak Tree Project, die voor mensen met een beperking eigenlijk units gekocht heeft in Co-housing Eikenberg bijvoorbeeld. Maar ook u laten ondersteunen door coaches. Ze staan, degenen die we kennen, die staan op onze website. En ze hebben heel andere specialisaties vaak, maar kan zeker geen kwaad om ook die piste te bekijken. Van zo met een begeleider of coach te werken. En goed in het begin te gaan afbaken, hè. Wat gaan we zelf doen en wat gaan we uitbesteden? En dan de zuurverdiende tips. Ja, daar zijn wel een aantal interessante bij om in het achterhoofd te houden. En wat ik al gezegd heb, dus je mag echt wel kieskeurig zijn op wie dat je bij je groep, die dat je zelf gestart bent, hè, wie dat je daarbij laat. Laat conflicten niet sudderen, los die meteen op. En daarom ik denk dat daarom eigenlijk lang Nederland succesvoller was op samenhuizengebied dan Vlaanderen. In Nederland is dat praten net iets ja, gemakkelijker en ad rem. Terwijl bij Vlamingen is dat toch soms dat je het er moet uittrekken. Dat is toch wel nodig. Zelfs dat mensen zich daarin wat oefenen om ja, dat te doen. Goede normen, hè, waar ik ook al gezegd heb over communicatie en oplossen van conflicten. Wees ook niet alleen maar bezig met ja, het project zelf, de logistiek en alles wat de werkgroepen moeten gaan uitzoeken enzovoort. Zorg dat het ook plezant blijft en dat er ook regelmatig tijd is voor verbinding, voor een uitstap samen naar een ander project of voor een picknick of een kampeerweekend. Of, maakt eigenlijk niet uit, maar dat je elkaar ook nog leert kennen, los van het werk dat het oprichten van een co-housing kan zijn, hè. Dat spreekt misschien wel voor zich. Ja, zorg dat je het zoveel mogelijk in behapbare stukken kapt. Ook, hè, dat niet alle belangrijke dingen op hetzelfde moment moeten gebeuren. Die visie, nog eens, dat die belangrijk is. Een duidelijke procedure om mensen te verwijderen ook. Wat als mensen echt ja, eigenlijk meer tegenwerken dan meewerken. Hoe krijg je die weg uit een groep eventueel? Uit een initiatiefgroep dan, hè? Want uit een bestaande woongemeenschap in een mede-eigendom krijg je natuurlijk niet iemand zomaar weg. De evenwicht tussen ja, iedereens eigen keuze en ook de gemeenschap. Moet iedereen echt allemaal eigen. Moet dat echt dat iedereen naar zijn eigen keukenspecialist en zijn eigen favoriete badkamerspecialist gaat? Of kunnen we ook geld uitsparen door kortingen te bedingen voor alle badkamers en keukens bij dezelfde dingen bijvoorbeeld? Maar je raakte daar niet uit, ja, kies dan toch voor de autonomie. Besluitvorming hebben we het over gehad. En hou er rekening mee dat ook die groep uitbouwen en opbouwen, dat dat
tijd vraagt. Dat is nog een andere, ik ga die niet overlopen. En dan zijn we eindelijk, ik ben wel wat over tijd gegaan, merk ik. Maar dan hebben we toch nog tijd voor de mensen die nog willen blijven, voor vragen. Hebben we nog tijd. Maar ik ga misschien zelf de eerste vraag stellen. Dat was een hele boterham, daar ben ik mij van bewust. Maar heb je daar ook iets aan gehad? Of zit je nog op je honger op bepaalde stukken? Ja, mag ik beginnen? Ja, zeker. Ja, ik vind dat je daar mijn eigenlijk te verwaarlozen tijdsoverschrijding, dat je dat heel compact en duidelijk hebt naar voren gebracht. Merci en chapeau. Dank u, dank u. Ja. Merci. Ah, ik dacht dat je nog iets ging zingen, maar het was alleen Nee, dank u. dat is het, sorry. Dank u wel. Ja. Ronnie is al wat ingewerkt, hè. Die heeft al een reis meegedaan en zo. Voor de echt nieuwe mensen was dat, komt dat over als overrompelend of krijg je toch nog een beetje koestig om eraan te beginnen eigenlijk? Kijk dan bijvoorbeeld naar Klaas of zo. Ja, het is veel. Ik was mij er al op voorhand van bewust dat het veel was, maar ik vind het wel leuk om duidelijkheid te krijgen en dat je veel stappenplannen en schema's aanbiedt. En ik weet niet, dat maakt het wel behapbaar en dat motiveert wel, vind ik. Zoals Ronnie zei, merci voor de heel duidelijke uiteenzetting, alleszins. Ik vroeg mij af, je hebt een paar keer gesproken over, dat kan ik allemaal doorsturen, zo'n documenten voor dat charterspel en die checklist. Stuur je dat sowieso door of vraag ik dat nu of nog een keer via mail? Of... Ik ga om de mailserver niet te belasten van iedereen, ga ik een webpagina maken, even waar dat alles bij in staat. En dan stuur ik de link gewoon mee met de presentatie. Super, merci. Ah ja, en ik wou gewoon nog zeggen, het heeft mij wel goesting om aan te sluiten bij iets wat bestaat en waar ik mij bij kan vinden, Ja. in plaats van nul te beginnen. Dat wou ik gewoon even zeggen. Ja. Nee, maar dat is ook goed dat je dat weet. Want het is echt, ja, van nul is echt wel, ja, dat is echt wel iets voor echte trekkers. En dat kan echt wel lang duren. Ja. Dankjewel. Kathleen, wou jij iets zeggen? Nee, ik herken heel sterk wat Klaas ook zegt. Ik zat aanvankelijk met het idee te spelen om zelf een groep te beginnen. Ik had een zoekertje geplaatst op samenhuizen.be. Ik heb daar, ik geloof, 6 à 8 reacties op gehad. Ik heb met al die mensen één op één gesproken. Maar ik kan niet zeggen dat ik nu een groep bij elkaar heb. Dat vind ik nu nog het moeilijkste, van hoe kom ik aan een kerngroep om daarmee van start te gaan, hè? Ja, dat is ook wel. Ik moet zeggen, ik heb 3 keer eigenlijk een startgroep begonnen. En 2 keer was wel met mensen met wie dat ik al een aantal jaar in een gemeenschapshuis woonde, die dat ik al echt goed kende en waar dat ik al van wist van, ja, zo gaan we met elkaar om en dat willen we ongeveer. En dan hebben wij zo nog wat mensen bijgezocht en zo vertrokken. En dan de laatste keer was mij eigenlijk een initiatief van een sociaal huisvestingsmaatschappij. Die zei van, wij willen dat, een co-housing project. En dan was ik daar ook van het begin bij betrokken. Ik was kandidaat toekomstig bewoner. Maar dan nog blijft dat wel moeilijk, omdat dat proces zo lang is. Dus je merkt wel dat er mensen uitstappen en weer bijkomen. En ook dat. Hoeveel inspraak hebben die nog in wat reeds beslist is? Hè? Eigenlijk moet uw uitgangspunt zijn van ja, wat al afgeklopt is. Er moet al, ik weet niet, x% van de deelnemers zijn vooraleer dat we zo'n zaken weer opnieuw gaan bespreken. Want anders blijf je met elke nieuwkomer die daar op die dingen in vraag gaat stellen, die al eerder beslist zijn, en dan blijven ze zo in cirkeltjes draaien eigenlijk. Maar dat Ja. is feedback dat ik van sommige mensen al gekregen heb. Dat veel van die groepen juist te veel regeltjes hebben. Dat het ook erg moeilijk wordt. Ja, dat is dan een ander gevaar natuurlijk. Als het echt
Ja. Het is echt, we merken ook wel dat soms eigenlijk ook wel jammer dat, zeker in die eerste fase, je hebt een groepje en je zoekt dan, ja, je bent op de fase gekomen, je hebt een charter en een visie en je wilt gaan uitbreiden qua groep. Want je hebt een groep, want je hebt eigenlijk een cohousing van 15 of 20 huishoudens verhogen, dus je wilt uitbreiden. Dat veel mensen al zo, ja, afhaken op een antipathie van één iemand in die kerngroep of zo, of dingen. Terwijl dat je eigenlijk op die moment vooral rekening moet houden met die visie en dat charter. En ja, soms gebeurt het dat er nul van de oorspronkelijke initiatiefnemers in een geslaagd gerealiseerd project uiteindelijk mee verhuist. Hè. Dus dat heel die groep ondertussen weg vertrokken is. Het is nu in het project dat ik heb meegedaan met de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Wij zijn in 2015 begonnen. Wij zijn er zelf in 2020 uitgestapt. En het project is nu, zal het deze zomer opgeleverd worden. Dus in 2024, dus dat is 9 jaar. En er is eigenlijk niemand nu nog die dat er was toen wij er 4 jaar geleden uitgestapt zijn. Dus eigenlijk is volledig die groep van de laatste jaren is volledig nieuw en anders terug. Dat is hopelijk nieuw dat het gaat, maar zeker zo. Ja, in een sociale huisvesting is 9 jaar echt wel een heel lange termijn om mensen perspectief te geven, ook, hè. Levens te veranderen. Daarom dat ook wel, dat is dan het positieve. Weet ook dat financieel of praktisch, uw groep moet ook niet volledig zijn voordat je begint te bouwen. Als je zegt van ja, eigenlijk we hebben hier een schitterende plek, een locatie en het is haalbaar volgens de gemeente wat dat we willen. Als je op die moment 75% van je groep compleet hebt, begint maar gerust 100% te bouwen, want eigenlijk de ervaring leert dat je die 1/4 units die nog geen bestemming hebben, dat je die eigenlijk relatief vlot kwijtgeraakt aan mensen die het idee cohousing wel genegen zijn, maar het ontwikkelingstraject van 7 jaar minder genegen zijn, dus die dan eigenlijk helemaal op het einde nog instappen en eigenlijk al bijna op plan eigenlijk hun toekomstige unit kopen. Ja. Dus dat kan wel. Indra, had jij nog wat feedback? Ja, ik vond het eigenlijk ook wel heel interessant. Ik had ook wel aardig wat video's en websites bekeken hierover. Ik had nog wel een vraagje, want er waren, dacht ik, nog twee andere webseminars die afgezegd zijn. Klopt dat? Eentje over Juridisch project en en eentje eentje over juridisch. verzorging. Ja. 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 Ja, we Dus. hadden eigenlijk een mini-reeksje co-housing voor ogen, waarbij dat dit de inleiding was. Ik zal anders beginnen. We hebben eigenlijk jarenlang wij noemden dat de Samenhuizen Academy gedaan. En dat waren 10 zaterdagnamiddagen, dat we eigenlijk rond verschillende thema's, juridisch, financieel, beslissen, allez, visie maken enzovoort. 10 bijeenkomsten deden, live in Brussel. En dan is corona gekomen en dan ja, viel zo'n reeks half in het water en hebben we die nog een deel online verder gedaan. En we zijn nu eigenlijk internationaal met een aantal partners een volledig online lesmodule aan het uitwerken. Of nee, dat gaan we uitwerken. Dat zal pas in 26 klaar zijn. Maar in de tussentijd wilden we toch nog wel wat info geven. En de bedoeling was van dit een mini-reeksje van 3 te maken. Maar we hadden geen enkele inschrijving voor de 2 volgende betaalde webinars rond juridisch en ruimtelijke ordening. Dus we hebben die nu eigenlijk geannuleerd. Nou ja, want ik dacht juist van, ik ga eerst even kijken wat de inleiding is. En die twee anderen, die vond ik eigenlijk heel goedkoop. Dus ik had zoiets van, nou, die doe ik dan schrijf ik dat nou daar. Het zijn betalend, maar het is maar echt een heel klein Ja, het bedrag. was 9 euro per les. Ja, Dus het was inderdaad interessant. niet veel, maar ja, wij moesten nog Ja. externe sprekers Oké. daarvoor zoeken en zo. En Okay. we hadden zoiets van, ja, we gaan dat nu niet meer. We hebben het nogal druk momenteel. Ja. We gaan dat nu niet doen. Maar de bedoeling Ik was ben. wel om in het najaar terug een mini-reeks in te plannen. Oké. Okay. Ja. Nee, ik ben in ieder geval niet ervan afgeschrikt. Dus dat Nee, is al dat is goed. positief. En Dus, weet ook, als je
een groepje hebt, of minstens 5 mensen bij elkaar die rond een bepaald onderwerp meer willen horen, kan je ook gewoon samen een vorming bij ons boeken. Hè. We hebben zo verschillende vormingen en dan komen we ter plaatse en dan geven we een vorming. Hè. Ja, want ik had me ook helemaal niet echt gerealiseerd dat je ook om een coaching kan vragen of met een projectontwikkelaar kan werken. En dat lijkt het toch allemaal wat makkelijker te maken dan wanneer je het echt helemaal zelf moet doen van A tot Z. Dus Absoluut, ja, absoluut. dat vond ik ook wel interessant. Dus bedankt. Ja. Ja, en bij sommige ontwikkelaars, ja, je moet ook een beetje, of begeleiders, je moet een beetje zien wat de stijl u ligt. Hè. We hebben bijvoorbeeld een hele populaire, Mark van den Dries, heeft al heel wat groepen begeleid, maar die heeft zijn eigen Mark van den Dries systeem, zou ik zeggen. Die zegt, we doen eerst dit, en nu geef ik jullie huiswerk voor de komende maand, en dan wil ik van jullie dat horen, en die heeft zo zijn systeem. Ja, en als u dat ligt, dan is dat prima. En andere groepen die zeggen van, nee, dat was ons, niet ons manier van werken. Dat is ook prima, maar het is, je moet een beetje zoeken. Dat kan, hè. Ja. Wij doen het zelf, dus voor alle duidelijkheid, Samenhuizen doet het zelf niet. Wij doen geen procesbegeleiding. Juist omdat er zoveel mensen daar nu hun beroep of hun bijberoep van maken, willen we daar niet mee in concurrentie gaan en die ook ja, te vriend houden. En alleen heel uitzonderlijk projecten die, ja, die heel innovatief zijn, die geen begeleider vinden en waar wij denken van daar kunnen we zelf nog heel veel van leren, die begeleiden we dan wel. Ja. Dus dat is een beetje, ja, om een idee te geven, wij zijn ook maar met 3 mensen in ons team die 60% werken, dus 3 dagen in de week. Dus we zijn 1,8 fulltime equivalent, dus we zijn een vrij kleine organisatie. Om ook nog overal projecten te gaan begeleiden. Voilà. Als er geen vragen meer zijn, ik wil misschien Julia, want die zit met de blik van de student hier. Voilà. Was het voor jou ook wel interessant? Ja, ja, zeker. Ik heb op voorhand ook eigenlijk al die wegwijzers die op Samenhuizen staan, op de websites van die boekjes, ook allemaal volledig gelezen, want die waren ook heel uitgebreid. Maar het was nu heel handig dat met deze presentatie het eigenlijk wat verduidelijk werd. En ja. Met de voorbeeldjes, met een beetje extra uitleg erbij. Dus dat heeft zeker wel geholpen om het informatief ook wel te verbreden. Dus het is heel interessant. Dankjewel. Ja, we zijn zelf dus ons nieuwe 5-jarenplan aan het schrijven, waar we de komende jaren de prioriteiten gaan leggen. En een van de ideeën dat ik misschien eens kan aftoetsen bij jullie, is dat we eigenlijk in plaats van zo'n Samenhuizen Academy of een lessenreeks online, dat we eigenlijk per provincie of per regio een soort teststartgroepen willen begeleiden, waar dat we zeggen van ja, we gaan eigenlijk 3 maanden lang doen alsof de groep deelnemers die hieraan deelnemen, dat die samen een project willen opstarten. En we doen alsof, dus, maar we gaan wel samen een visie maken en we gaan samen eens nadenken over hoe dat het project er gaat uitzien en zo verder. Zo'n idee, zou jullie dat meer aanspreken? Dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat het wat meer toegepaste kennis is. Dus in plaats van dat ik zeg, er bestaat een charter, dan doen we natuurlijk ook zo'n charterspel eens een keer. Zou zo'n traject jullie aanspreken? Ze zeggen van, we doen dat in uw regio. Is een proef startgroep. Of liever gewoon een les of een aantal avonden webinars. Mij persoonlijk zou dat wel aanspreken. Moest dat niet superveel sessies zijn, want dat brengt ook al mensen samen en dan kan je al direct een idee krijgen hoe dat het is inderdaad om te spreken over zo'n zaken met mensen. Want dat doe ik niet, normaal ja. gezien. Maar ik snap niet zo goed waarom, nu dat, waarom per regio. Want bijvoorbeeld wij wonen in Brussel, maar voor ons maakt het niet uit waar we in de toekomst naartoe zouden gaan. Ja. Ja, meer voor de verplaatsing. Als je toch een aantal avonden... Niet online, oké. Okay. Nee, niet online. Dat zou ook een piste kunnen zijn, natuurlijk, hè? Online. Mm-hmm. Dat zou ook kunnen.
Maar ik vind dat toch moeilijk. Zeker met een iets grotere groep. Zo. Ja, maar. We hebben wel heel hard gemerkt sinds na corona dat zo de fysieke activiteiten veel moeilijker publiek trekken. Maar dat blijkt ook in de cultuursector en zo te zijn. Dus dat mensen eerder geneigd zijn om nog wat online te doen. Maar het is toch een heel andere setting om elkaar te zien en te horen. En, wat zijn ideetjes voor onze toekomstige activiteiten? Ja, als ik Ja. voor mezelf kijk, dan zit ik ook een beetje met de faculteit. Hè? Want ik werk nog voltijds en ik zou graag. Kathleen, kan jij midden voor uw laptop gaan zitten, want uw Ah ja. micro valt een beetje weg. Ah, oké. Okay. Ja, dus wat ik zei is, voor mij speelt de factor tijd wel een stukje mee. Ik werk voltijds. Ik zou graag binnen een jaar of vijf ergens kunnen intrekken. Dus ik wil ook eigenlijk echt wel graag aan de slag. En als dat dan oefensessies zijn, dan is dat tijd die ik niet besteed aan daadwerkelijk een project proberen van de grond te krijgen of te gaan zoeken of iets dergelijks. Dat is een beetje, ik vind het op zich een interessant idee. Hè? Inderdaad ook om wat contacten te leggen en wat gevoel te krijgen. Maar bij mij zal de factor tijd mijn rol spelen, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik vind het een interessante piste. En ik denk dat je het, allee, hetgeen je voorstelt, Roman, dat je dat eigenlijk alleen fysiek, in een fysieke bijeenkomst kan doen, omdat voor de mensen op dat moment de interactie ook belangrijk is. En daarom denk ik dat zo een regionaal testbank eigenlijk, dat je dat ook maar kan doen met mensen die misschien al een sessie zoals vanavond gevolgd hebben. Omdat als je met mensen denkt, ik denk als je daar met mensen met een heel verschillend startniveau zit, mensen die een eerste informatie willen, mensen die al wat meer overtuigd zijn en misschien een beetje willen kijken van ja, zie ik mezelf als starter of eerder als instapper? Dan is het toch nuttig om al een zekere voorkennis te hebben en dan ja, denk ik dat een voortraject toch wel nuttig is. Maar ik vind het een heel interessant idee voor, maar ik zeg het, ik zie het moeilijk online te realiseren. Ja, ik denk ook, ja, juist het oefenen van die fysieke interactie, ja, ik denk dat dat wel alleen inderdaad kan, fysiek. Maar het is een ideetje. Dankjewel voor uw eerste reacties. Ja. Ja, ik heb ook zoiets van, het is wel interessant omdat je dan echt ziet hoe het concreet, zeg maar, een beetje in zijn werk gaat en hoe de dynamiek zo in zo'n groep is. En ja, dus ik zou het ook wel interessant vinden. Ja, dankjewel. Ja, een bijkomend voordeel is inderdaad dat daar misschien echt iets kan uit voortvloeien, hè, als dat mensen zijn die dezelfde ideeën hebben en zo. Dus dankjewel. Voilà. Julia heeft onze wegwijzers al vernoemd, als ze die nog niet gevonden zouden hebben. Dus op onze website, dan vind je die daar ook. Weet dat je ook lid kan worden van onze VZW. En dan krijg je ook korting op betalende webinars en andere activiteiten, zoals het bezoeken of de reis of zo. We hebben ook nog wat publicaties dat je kan kopen in onze webshop. En dat is wat het belangrijkste, denk ik, wat mij betreft. We zijn 9:30, dus we gaan eens aan onze Netflix beginnen voor de rest, hè, want anders hebben we alleen maar mozaïekjes gezien vandaag. Jullie mogen morgen van mij de presentatie verwachten en de link naar de andere stof. En er zal ook een kleine enquête in zitten met zo wat feedback van de avond. Dat is altijd zeer welkom. Voilà. Dank jullie allemaal en veel succes en blijven dromen. Bedankt, fijne avond Hartelijk allemaal. dank. Dankjewel, fijne Ja, avond. dag. Ja, dag.